Hallo en welkom bij Short Talks. Vandaag producent en regisseur Pieter Kuipers. Dus ik verwacht eigenlijk heel veel van de nieuwe generatie. Een nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Pieter, welkom bij Short Talks. Ja. Je bent begonnen als een scenarist. Blijft de scenarist in je nog steeds actief als je een film maakt of produceert? Ja, goede vraag. Waarom wil je gaan regisseren als je scenario schrijver bent, hè? Eigenlijk voor de uitdaging dat ik dacht, ik wil weer iets nieuws proberen. En ook omdat ik de dynamiek van het setleven, zeg maar, dat vond ik heel leuk. En daar had ik wel een paar keer aan geroken. Maar ik dacht, dat wil ik gewoon meemaken als een nieuwe stap in mijn leven. Dus dat was eigenlijk de reden. Niet omdat ik dacht dat ik dat beter kon dan iemand anders, maar een beetje de nieuwsgierigheid naar hoe dat was. Bij Pupkin, jouw productiebedrijf, komen veel scenario's binnen, neem ik aan. Hebben ze iets gemeen? Twee dingen die mij opvallen is dat ik vaak in het scenario zelf te weinig de noodzaak voel waarom het er is. Dus ik vind dat je op enige manier toch de lezer en straks de kijker de noodzaak van je verhaal moet uitleggen. Dat hoeft niet één op één het begin van je verhaal, maar ik moet wel begrijpen waarom het er is. Waar gaat het in wezen over? Dat moet ik wel voelen. Vaak vind ik dat best wel moeilijk te achterhalen. En ik vind toch nog steeds dat het analytische, zeg maar, de opbouw van het verhaal en de constructie van het verhaal, dat daar vaak nog wel wat schort in veel scripts. Dat het eigenlijk in dialoog en op scène-niveau vaak heel erg goed is. Maar dat eigenlijk de constructie van het hele verhaal, dat daar juist nog veel te halen valt. En waarom gebeurt dat, denk je? Ja, ik denk dat het te maken heeft met, het is een beetje een psychologisch ding eigenlijk. Wij mensen hebben twee hersenhelften en de ene hersenhelft is bij bijna iedereen beter ontwikkeld dan de andere. En dus het analytische vermogen en ons creatieve vermogen, dat zijn twee verschillende hersenhelften. En die zijn vaak niet in evenwicht met elkaar. Een echte goede scenarist, een allround scenarist, die heeft beide hersenhelften perfect in evenwicht. Maar dat is bij heel veel mensen niet zo. Dus dan moet je eigenlijk kiezen van waar ligt je kracht. Ja, en de ene is analytisch, de andere is meer creatief, taalvaardig. Dus eigenlijk zou je als scenario schrijver ook eigenlijk moeten zeggen, nou, dat kan ik heel goed, dus moet ik altijd met iemand samenwerken die dat weer heel goed kan. Ja, dus het in je eentje helemaal zo'n script helemaal van begin tot eind goed te krijgen, dat is heel erg moeilijk. Vorto is een experimentele film die we eigenlijk gewoon voor de fun hebben gemaakt. Het is een film over een man die zijn herinneringen najaagt. Eind 2012 hebben we met twee Italiaanse vrienden van ons samengewerkt. Die kwamen met een gedicht aan in het Italiaans. Wij wilden heel graag een experimentele film maken. En we hebben gekeken hoe we dat gedicht zo poëtisch mogelijk beeldend in konden vullen. En zo tot een korte film kunnen komen. Ja, we zijn eind 2012 aan het project begonnen. Begin 2013 hebben we gedraaid. Maar omdat het een film is met best wel een hoog poëtisch gehalte, komt er eigenlijk ook neer dat we niet heel erg uit de montage kwamen. Toen hebben we hem eigenlijk 2-3 jaar laten liggen en opnieuw naar gekeken. En zo hebben we ervoor gezorgd dat de film toch uiteindelijk is afgekomen. Drie mensen vinden een auto is een korte genre blender over drie wildvreemden die een auto hebben gevonden. En die doen alsof ze hem terugbrengen, maar eigenlijk iets heel anders van plan zijn. Bij een tankstation of zo. Zodat ik nieuwe kan halen. Daar is een tankstation. Samen met de scenarist zijn we gaan kijken wat onze fascinaties voor film waren, wat we deelden. Ik had nog nooit met hem samengewerkt. Een van de dingen die we samen heel interessant vonden waren autoritten.
En dat was eigenlijk de start waar we zijn begonnen, met een autorit. Nou, hiervoor heb ik een echt pure slapstick gemaakt. En deze keer wilden we graag iets meer op de spanning en de thriller elementen zitten. En we hebben geprobeerd dit met elkaar te mengen. Om zo een geheel eigen universumpje te creëren voor onze film. Je hebt besloten om te stoppen met regisseren en je meer te richten op produceren. Waarom niet andersom? Omdat regisseren ontzettend slopend is. Zowel geestelijk, maar ook lichamelijk ontzettend vermoeiend is. Als je 60, 70 dagen draait. Ik vind dat ontzettend knap dat iemand als Paul Verhoeven op zijn leeftijd dat nog steeds doet en met zoveel verve doet. Ik merkte dat ik gewoon moe werd. Dat het wel fysiek, maar ook geestelijk, dat ik dacht van ik moet er gewoon tijd niet meer doen. Dus ik moet iets meer 9 tot 5 even gaan proberen. Nou is produceren, en vooral creatief produceren, ook alweer heel erg uitdagend en ook wel weer een nieuwe stap, zeg maar, een andere stap. En ook wel weer, heel vermoeiend op een andere manier. Maar niet zo dat 's nachts om 4 uur op en weet je wel, nachten doorwerken en zo. Dat mogen voor mij even andere mensen doen. Je werkt veel en vaak met nieuw talent. Hoe zou je deze nieuwe generatie filmmakers omschrijven? Nou, ik vind ze ongelooflijk slim. Ik vind het hele slimme mensen die eigenlijk al veel meer weten dan ik op die leeftijd. Dus echt veel meer weten van hoe je film maakt, hoe je een verhaal vertelt. Ook veel beter weten wat ze willen vertellen. Veel meer de noodzaak kunnen uitleggen van wat ze willen vertellen. Dus ik vind, ze zijn ook heel zelfverzekerd, valt me op. Vind ik ook knap op die leeftijd, dat je eigenlijk toch al best wel weet wat je wil en dat ook uitstraalt. Dus ik verwacht eigenlijk heel veel van de nieuwe generatie makers. Ik zie ook wel dat er nu al gewoon super goede ideeën komen, goede vibe is of zo. Ik vind het echt heel, dat is ook een van de redenen, ik denk, om daarmee te gaan werken lijkt me ook enorm te gek. Lijkt me echt heel gaaf. Is er absoluut niks dat je zou terugbrengen naar het regisseren? Ja, ik heb natuurlijk wel hele grote plannen als producent, waarvan ik denk, ja, als dat lukt, dan ga ik wel weer zelf regisseren. Wie weet. Pieter, hartelijk bedankt voor je komst en veel succes verder. Nou, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.